In dit filmpje gaan we het hebben over verbanden. En ik bedoel dan niet de verbanden die je aan je been doet als je je verwond hebt of zo. Nee, we gaan het hebben over verbanden tussen grootheden. En grootheden, dat zijn die zaken die je kan meten of kan tellen. Zoals bijvoorbeeld de snelheid, massa, de lengte van iets, de oppervlakte, de grootte van een hoek, ja, de weerstand, aantrekkingskracht, spanning, inhoud, volume, temperatuur, dichtheid, stroom en zo verder. Allemaal zaken die je kan meten of tellen. En daar gaan we dus het verband tussen zoeken. En in principe kan je dit in gaan delen, die verbanden, in 5 categorieën. Je hebt recht evenredige verbanden, je hebt omgekeerd evenredige verbanden, je hebt niet evenredige verbanden. Dan is er in al die 3 gevallen is er wel degelijk een verband tussen die 2 grootheden. Het zou kunnen dat je iets tegenkomt waar er gewoon geen verband is tussen het ene en het andere. En dan zijn er ook nog andere verbanden die niet recht, omgekeerd of niet evenredig zijn. Ik ga daar telkens een klein voorbeeldje van geven. Het eerste voorbeeldje gaat over recht evenredig. Do you know what I got for Christmas? Fat. I got fat. En waar word je een beetje dik van? Dat is als je te veel chipjes eet. Momenteel is promotie bij de OK. Ja? Ze kosten 45 cent voor een klein zakje chips. En de vraag hier van boven is, hoe meer zakje chips je koopt, hoe puntje je moet betalen. Nu, om daar zeker van te zijn wat je daar moet invullen, kan je altijd een tabelletje maken. Dan moet je eerst nadenken over wat zijn hier nu de 2 grootheden. Het gaat aan de ene kant over het aantal zakje chips, en ik gebruik het hashtagteken als afkorting voor aantal, en de prijs die je gaat betalen aan de kassa. En de prijs is een grootheid en die wordt uitgedrukt in dit geval in euro. En dan kan je zelf beslissen hoeveel zakje chips je koopt. Ja? Daarom zetten we dat ook bovenaan in onze tabel en achteraf gaan we dat op onze grafiek op de x-as zetten, want wij beslissen hoeveel zakje chips we kopen. Als je 1 zakje chips koopt, dan ga je 45 cent betalen. Koop je 2 zakje chips, 90 cent. 10 zakje chips, 4,50 euro. En zo verder. Dus, hoe meer zakje chips je koopt, hoe meer je uiteraard gaat moeten betalen. We hebben hier een meer-meer situatie. Maar we weten nu 100% zeker dat deze situatie een recht evenredig verband is. Wel, er zijn verschillende mogelijkheden. Maar een van de zaken die je kan gaan doen, is controleren. Om van 1 zakje chips naar 2 zakjes te gaan, wel, dan heb je je aantal zakjes chips verdubbeld. Dat is maal 2 gegaan. Onderaan is de prijs ook maal 2 gegaan. We hebben dezelfde bewerking, 2 keer een maal, en ook hetzelfde getal. We hebben 2 keer maal 2 gedaan. Ja? En daarom noemen we dit recht evenredig. Dat woordje even komt van het feit dat we hier te maken hebben met dezelfde getalletjes, maal 2, maal 2. Als je van 1 naar 10 gaat, dan doe je maal 10 en de prijs zal ook maal 10 zijn. Als je van 2 naar 10 gaat, dan doe je maal 5. Wel, dan gaat de prijs ook maal 5. Daarom noemen we dit verband dus recht evenredig. We hebben een voorbeeld van een omgekeerd evenredig verband in verband met dit omaatje. Namelijk, die gaat 500 euro verdelen onder haar kleinkinderen. Dat is haar plan toch? En de stelling is, hoe meer kleinkinderen dat omaatje heeft, hoe puntje elk kleinkind zal krijgen. We gaan hier opnieuw een tabel maken, voor daar wat meer zicht op te krijgen. En het gaat hier over 2 zaken. Hè. Aan de ene kant gaat het over haar kleinkinderen, of het aantal kleinkinderen. En het zakgeld dat elk kleinkind dan zal krijgen, ook uitgedrukt weer in euro. Dus stel dat de oma 1 kleinkind heeft en de oma verdeelt 500 euro onder haar 1 kleinkind. Wel, dan krijgt die jongen 500 euro. Heeft die oma 2 kleinkinderen? Wel, en dan wordt die 500 euro verdeeld onder 2 kleinkinderen. Dan krijgt elk kleinkind 250 euro. Ja, heeft die 10 kleinkinderen? Krijgen die elk 50 euro. En het is wiskunde, we kunnen een keer zo doen. Ja, stel dat die oma 500 kleinkinderen heeft. Wel, dan krijgt elk kleinkind 1 euro. Ja? Dus hoe meer kleinkinderen, hoe minder elk kleinkind zal krijgen. Waarom noemen we dit verband nu een omgekeerd evenredig verband? Wel, omgekeerd komt uit het feit dat als je van 1 naar 2 gaat, dan doe je maal 2. Terwijl als je van 500 naar 250 gaat, dan doe je niet maal, maar dat is de omgekeerde bewerking, dan doe je gedeeld door 2. Dus omgekeerd komt uit het feit dat je een maal en een gedeeld door hebt. En evenredig, ja, het is even, omdat we met 2 keer die 2 aan het rekenen zijn geweest. Moest er nu van boven maal 2 bestaan en onderaan gedeeld door 3, dan is het ook maal en gedeeld door.
Dus dat is de omgekeerde bewerking. Maar 2 en 3 zouden dan niet dezelfde getalletjes zijn, niet dezelfde factoren, en dan mogen we dit verband niet omgekeerd evenredig noemen. Ja? Als we van 1 naar 10 gaan, doen we maal 10, maar de prijs, of het zakgeld dat elk kleinkind krijgt, wordt gedeeld door 10 gedaan. Dus die maatgetallen zijn hetzelfde, de bewerking is omgekeerd. Dit is een omgekeerd evenredig verband. Een voorbeeldje dan van een niet evenredig verband. Hoe meer zakje chips je koopt, hoe puntje puntje je moet betalen. We weten al dat hoe meer zakje chips je koopt, hoe meer je moet betalen. Maar er is nu wel een heel interessante promotie bij de Oké momenteel. Namelijk, de moment dat je meer dan 20 stuks koopt, betaal je niet 45 cent, maar betaal je 41 cent. Ja? Dus dat is zeer interessant, hè? Dus ons aantal zakje chips en de prijs in euro... Koop de 1 zakje, betaal nog altijd 45 cent. Koop de 20 zakjes, dan ga je 20 keer 45 cent of 9 euro betalen. Ja? De prijs van die eerste 20 zakjes chips is altijd hetzelfde. Maar op het moment dat je je 21ste koopt, dan ga je voor dat 1 zakje chips dat je extra hebt gekocht, bovenop die 20 dat je al hebt betaald aan 0,45, ga je 9,41 cent betalen dus. Ja? In plaats van 9,45. Normaal zou er 45 cent zijn bijgekomen, maar dat 21ste koop je aan 41 cent. Koop je zo 100 zakjes chips? Wel, dan ga je 9 van de eerste 20 en dan 80 zakjes chips aan 41 cent. Dan ga je 41,5 euro betalen. Als we dan gaan kijken naar van 1 naar 100, dan doe je de bewerking maal 100. Maar... als je de prijs ook maal 100 doet, dan kom je niet uit op 45. Nee, je komt uit op 41,5. Even narekenen hoeveel dat je dan juist gedaan hebt. Dan heb je niet maal 100 maal, maar maal 92,222 en zo verder gedaan. Dus die maatgetallen zijn niet meer hetzelfde. Daarom, er is wel degelijk een verband. We kunnen ook berekenen hoeveel dat 300 of 512 zakjes chips kosten. Maar dit is geen evenredig verband niet meer. Ja? De eerste 20 nog wel, maar dan daarna is het niet meer evenredig. Dus niet evenredig is het verband hier. We hebben ook nog andere verbanden. Bijvoorbeeld, hoe groter de ribbe van een kubus, hoe puntje puntje de inhoud. Ja, een kubus, wat was dat nu weer? Dat is een ruimtefiguur die begrensd is door allemaal vierkanten. Ja? En we gebruiken daar de ribbe. Om de inhoud te berekenen, gaan we die ribbe maal ribbe maal ribbe doen. Ja? Dus als we daar een tabelletje bij gaan maken, dan hebben we de lengte van de ribbe. Ik ga gebruik maken van ribbes in meter. Dan gaat mijn volume uitgedrukt worden in kubieke meter. Dus als ik ribbe heb van 1 meter, dan gaat het volume van die kubus 1 kubieke meter zijn. Heb ik een kubus met een ribbe van 2 meter, gaat mijn volume 8 kubieke meter zijn. En zo verder. Ja. In dit geval kunnen we niet meer spreken van een recht evenredig verband. Ook al is het groter, groter. Het is niet recht evenredig. Waarom niet? Ik doe van boven maal 2, maar onderaan doe ik niet maal 2. Ik doe daar maal 2 tot de derde. Bovenaan doe ik maal 3, maar onderaan... doe ik niet maal 3, nee, ik doe maal 3 tot de derde. Bovenaan doe ik maal 4. Onderaan doe ik niet maal 4, maar ik doe maal 4 tot de derde. Dus daar is een exponentje bijgekomen onderaan iedere keer, die tot de derde. En daarom noemen we dit verband een exponentieel verband. Dat moet niet altijd tot de derde zijn, tot de tweede, tot de vierde, tot de vijfde. Dat zijn ook exponentiële verbanden. Ja, maar dit is dus zeker geen recht evenredig verband. Ja, want maal 2 en onderaan maal 2 tot de derde of maal 8 is niet hetzelfde natuurlijk. En dan tenslotte hebben we nog daar waar er geen verband is. Bijvoorbeeld tussen de grootte van een schilderij en de prijs. Ja, dit prachtige grote schilderij met die twee poesjes dingen op. Ja, is heel groot, dat zien we. Nochtans, als we dat gaan vergelijken met de Mona Lisa, die is veel kleiner, die is maar 76 op 57 centimeter en die is onbetaalbaar. Ja. Of het aantal haren op het hoofd van iemand en zijn schoenmaat, daar is totaal geen verband tussen. Zo, eventjes terug naar het begin. We hebben 5 verbanden,
recht evenredig, omgekeerd evenredig, niet evenredig en andere verbanden en dan soms is er ook geen verband.